Mag ik me even voorstellen? Tja, ik ben de chef van Oekel. Wordt het toch nog gezellig? Zal ik jullie eerst even het prachtige decor toelichten? Juist. Dit geval hier beeldt dus min of meer een gestileerde platenspeler uit. Ziet u wel? Wordt het toch nog gezellig? Aha! Daar is hij reeds! Hartelijk welkom in onze show, juffrouw Sint-Klaar. Hallo. Dag Donna, jij hier? Wat een verrassing! Oh, Thank you. Zeg Evert, wat is dat dan weer? Wie komt er met zo'n wazige zanger aan kakken? Ja, weet ik het. Dat is de hit van Gerda van Houten. Een Sjaks plafond. Maar het is al afgelopen hoor. Jakkes plafond? Smeer hem! En doe dat voortaan in Top Pop! Oh, dat is het toch vreemd om gelukkig te zijn. Niemand die je bedoelt, dan is leven pas goed. Oh, wat is het toch vreemd om gelukkig te zijn. Je leven is natuurlijk één groot succes geweest. Mijn hele leven is één succes geweest. Hoewel, wat de zang betreft, heb ik nooit succes behaald, nee. Als u weet dat ik toch op mijn 17e jaar al mijn liedjes zong bij de VARA. U ziet hier voor u de parlementaire medewerker van de VARA. Dank je wel. Oh. Ja. En ik was er al toen ik 17 jaar was, nou ja. Maar het is mijn zang min of meer nooit gelukt. Nee, kreeg je geen hand op elkaar als je ergens stond te zingen? Oh, jawel, ja? Maar ik kreeg de knip niet open, begrijp je wel? Dat vind ik een leuke opmerking, die is van mezelf. Ja, ik heb al de tekst van andere mensen gesproken, maar nu je bent zelf minstens zo goed als die anderen. Oh ja hoor, ik heb een goed verstand ook. Ja. Ik was altijd heel jaloers op je, want op latere leeftijd mocht je altijd blote vrouwen aankondigen. Ik herinner me dat jij op een unieke manier de blote dans aankondigde. Ja, dat vond ik fijn. Het pijnlijk was wel, en dat heeft nooit iemand geweten, dat ik niet mocht kijken. Hoezo nee, niet? Ik mocht er niet bij. Ik mocht het alleen maar zeggen en dan maken dat ik wegkwam. Waarom? Ja, ik vermoed dat dat ook al toen met mijn leeftijd enigszins te maken had. Dat bloeddruk enigszins naar boven ging. Ja. Maar als je wat ouder wordt, wordt dat vanzelf geregeld. Hè? Ja. Had u ook nog iets willen zeggen? Nou, ik heb af en toe nog iets te vragen, maar je gaat rustig door. Het is jouw programma even. Ja, leest u dat af allemaal? Nee, niet allemaal, maar voor de zekerheid heb ik wel een paar dingen opgeschreven. Want ik doe het allemaal uit mijn kop. Ja, dat gaan we zien straks. Dat had u niet gedacht. Nee, dat had ik zeker niet gedacht. Oh. Dat is even andere koek. Absoluut. In dit programma kan dat, meneer Brouwers. Ja, zeker. Welkom, Barend Servet. Zo is het maar net. U gaat kijken naar een splinternieuwe amusementsproductie van de VPRO, de Fred Haché Show. Over nu naar Reet. Achter het net zocht daar de zwaar getroffen Sjefke van Oekel op en had een gesprek met hem. Dag meneer.
Vertelt u ons eens precies wat er gebeurd is? Allee, meneer, het is zo aanpatant, hè, meneer. Ik pak een nieuwe vracht patatten en ik doe ze in het vet, meneer. En in één keer springt me de hele boel in de brand, meneer. Een vlam in de pan, zo, meneer. Maar dat is verschrikkelijk, meneer. En hoe denkt u nou de opgelopen schade in te halen? Oh, ik had zo gedacht, meneer. Van elk zakje patatfriet dat ik verkoop, dat doe ik er 2 minder in. Begrijpt u, meneer? Ja, ja. Nou, en dan zal ik met 2 jaar ben ik dan wel uit de moeilijkheden. Dat had ik toch wel gedacht, meneer. Vriendelijk dank voor het interview. Zonder dank, meneer, zonder dank, meneer. Mag ik u een zak patatfriet aanbieden, meneer? Heren, het is nog niet begonnen. Lekker hoor, hé, die diepvries. Dat heb je heel smakelijk ontdooid. Ja, maar luister nou eens even naar mij. Wat sta ik nu hier eigenlijk te doen? Kom ik hier binnen, dacht ik dat ik ook eens even verwend werd. Maar nee, maar ja is dat ik jou graag wil verwennen. Jawel. Ja, Evert, zo is het wel weer genoeg. Ik vraag me wel eens af, Dolf, waar ben je wel benieuwd naar, wat jij je afvraagt. Dank je. Waar begint chef Van Oekel en waar houdt Dolf Brouwers op? Dat vind ik een fantastische goede vraag. Kunnen we naar de volgende als gaan? Ik de stoep op ga en ik ga mijn huis binnen, ben ik echt wel Dolf. Ja, dan ben ik echt Dolf. Dan ben ik een zeer rustig mens en zo hoort het ook. Want mijn vrouw kan ik dat natuurlijk niet aandoen elke dag. Hoewel, tegen een fikse vergoeding is ook weer meegenomen. Uiteindelijk wil mijn vrouw ook graag naar Spanje. Zo is het toch, mevrouw? Ja. U is toch ook een vrouw? U heeft toch ook gevoelens? Ja, neem ik aan. Meneer, wat heet? Oh, was dat zo good? Het is toch een hele charmante man. Ja, ik ben heel charmant. Jawel. Heeft iedereen zijn friet op? Ja. Allee, we kunnen meneer de kunstenaar toch niet laten wachten, zullen? Hier is het. Volgt u mij maar, komt u maar achter mij aan. Ik weet hoe je die gladschilders moet aanpakken, zullen. Maar wat bezoek betreft toch de keuze van een beeldhouwwerk? Allee, dat zeg ik toch. Courage. Nu ik weer. Dames en heren. Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden. Cirkel met vette sneeuw. Zoek vooraf, ja dat is mijn menu. De oven, fantastisch. Houden ze er gewoon mee op als u zo doet? Fijn, hè? Ja. Prachtig is het. Heel afgericht. Heel fijn. Dolf Brouwers. Ja, dat ben ik dus. Ik kom hier namens Spijkertijd, namens de kijkers. En die hebben massaal gestemd op Dolf Brouwers om hem uit te roepen tot de leukste gek van Nederland. Nou, kijk eens aan. Nou, normaal vind ik het allemaal niet zo heel erg, maar stripverhalen vond ik ook erg leuk. Maar dat, die seksverhalen in een weiland met een rubberpop en zo. Het,
En dan in de winter, ik vind dat niet leuk. Nee? Zoals je weet heb ik een taak aan Geetje, aan mijn vrouw. Ja, ja, ja. Dat is voor mij een taak. Ja. En ik ben ook juist... Ja. Juist door haar, en doordat zij helaas niet zo goed is... Heb ik een heel ander leven gekregen. Ja. Ja. Je mag natuurlijk niet spreken dat je er blij mee bent, maar ergens wel. Ergens ben ik er blij mee dat ik de gelegenheid heb gekregen... om zo voor dat te zorgen. Ik heb iets ontdekt in mezelf. Mm. Ik heb ontdekt dat je, hoe heerlijk het is om... om goed voor iemand te zijn. Daar heb ik vroeger allemaal geen gelegenheid voor gehad. Kijk, Eiblokker. Ik vind het allemaal zo belangrijk over het leven. Ik heb er zelfs een lied over gezongen. O ja? Jawel. De zin van het leven. Oh, dat gaan we nu zien. Je wordt in je leven maar eenmaal verliefd. En denk, dit is voor heel mijn leven. Maar word je wat ouder, dan vraag je je af, waar zijn al die jaren gebleven? En zo is met alles wat je bereikt, het is slechts geleend, het is voor even. Wees toch maar blij, en hoor erbij, en dat is de zin van het leven. Ik huil bijna niet meer, het gaat nou aardig goed. Ik ben een beetje triest eigenlijk. Ik ben altijd triest. Ik ben niet blij. Ik kan niet blij zijn. Hoe komt dat dan? Ik zie het wel als ik werk of zo, dan komt de humor. En ik had al hier ook een paar dingen, hebben we net even om gelachen. Dat gebeurt dan. Maar het blijft een trieste man. Vroeger vielen er gaten in mijn sokken. Maar die waren te stoppen. Tegenwoordig vallen er gaten in mijn geheugen. Ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal het moeten. Kan het morgen niet meer doen. En hier is hij dan natuurlijk. Nou, jouw bokaal. Oh, dat is geweldig. Je bent nummer 1 geworden, zoals ik juist zei, in de poll. Ja, dat weet ik ook wel. Dat had ik in Muziek Express al eens gelezen. Wat een succes! Rits!